I'm done. Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe unboxing video / review video. Maar vandaag ga ik een leuk product gaan reviewen, genaamd de Arctic Pro Plus Game Deck SteelSeries Headset. Ik heb die gekregen van bol.com, dus bol.com, thanks voor het opsturen. En willen jullie ook deze headset, dan kunnen jullie de link in de beschrijving checken. En die gaat je verwijzen naar de website van bol.com. Maar, dit is geen review video als ik de headset niet ga tonen. Dus ik ga het ook gewoon tonen aan jullie hoe chill deze headset is. Ik heb hem al eens gebruikt, getest. Dus ik vind hem echt super chill spelen. En ja, we gaan even tonen wat er allemaal in deze box zit. Zoals je ziet is dit de binnenkant. Hier zat de headset in. Dus ja, ik heb hem er al uitgehaald. Puur omdat mijn headset eigenlijk echt net kapot is gegaan. Ik zweer het je. Maar ja, dat is in ieder geval de binnenkant. Ik vind het ja, een handige binnenkant. Als je hem weer even wil wegstoppen in de doos, kan je dat doen. Want ja, het is zeg maar een heel mooi dingetje om hem perfect, maar ook perfect in te leggen. Maar ik denk niet dat dat echt boeit, want iedereen gaat gewoon zijn headset altijd aan hebben. Dus ga gewoon de headset pakken. Alright, ik ga beginnen met deze headset. Ik vind hem er echt sick uitzien. En ja, die kussentjes zijn echt zacht. Dus ja, je zal sowieso geen pijn hebben aan je oren, vind ik. Want echt, oh, dit zit zo heerlijk op je hoofd zo. Zo lekker op je hoofd. Hoppa. En het chillen is... aan deze headset, hier zitten zeg maar lampjes, maar dat ga ik ook nog zo laten zien. Dus je hebt hier zeg maar lampjes en als je het in de USB stopt zeg maar, ergens in je PlayStation of aan je computer, gaat die lampjes branden. Dus hier zit ook gewoon de mute knop, dus als je hem op je hoofd hebt, zo kan je gewoon hier makkelijk drukken op het knopje en dan ben je gemute. Als je gemute bent, dan brandt er ook zeg maar een rood lampje. Op je headset, dat kan je ook gewoon zien wanneer je gemute staat. Het chillen is ook aan deze headset. Je hebt zeg maar je microfoon, dus je kan ook gewoon praten in party met vrienden. Dus ja, dit dingetje hoort er ook bij, dus die kan je gewoon gaan opzetten. Dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat er betere kwaliteit uit je microfoon komt. Het chillen aan deze microfoon is als je even klaar bent met praten met vrienden en je hebt het op je hoofd zetten... En het is mega irritant dat dit dingetje in je weg zit. Dan kan je het gewoon laten inschuiven. Zeg maar, dan moet je het gewoon naar binnen gaan duwen. En dan, ja, dan is hij helemaal weg. Magic. Dus dat vind ik ook super chill. Want af en toe ben ik echt wel even klaar, zeg maar, met dat dingetje die hier hangt. Maar in deze headset kan je het gewoon naar binnen schuiven. Dit is de Mixam. Dus een Mixam is eigenlijk dat je het geluid... tegelijkertijd met je PlayStation en je PC kan horen. Dus ben je aan het gamen, ben je ook ondertussen aan het praten in Discord of in Teamspeak, dan kan je allebei de geluiden door één headset horen. Het is super chill, ik ga hem zo meteen even aansluiten, zo kan ik aan jullie laten zien hoe je hem moet instellen. Ik vind het een super chill ding. En ja, we gaan het gewoon, maar ook gewoon aansluiten. Ik heb de mix aan vast en ik heb een kabeltje er al in gestoken. Dat is zeg maar het kabeltje dat je erin moet stoppen in je headset. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat de Mixam is geconnect met de headset. Wat je alleen hoeft te doen is zeg maar, ja, aan de zijkant heb je een USB'tje. Dat je gewoon hier kan instoppen. Dus het is niet moeilijk. Dus eigenlijk is mijn headset nu al geconnect met de Mixam. En ja, dat is eigenlijk gewoon stap 1. Dit is er gewoon al af. Maar de Mixam is nog niet aan. Dus we moeten even nog kijken hoe we dit kunnen aansluiten. En dat wordt ook heel simpel. Je pakt gewoon de USB. USB steek je gewoon in je PlayStation. Dus ik zal hem nu even gewoon in de PlayStation steken. Ik heb hem dus in mijn PlayStation gestoken. De volgende stap is gewoon, zeg maar, de USB dat in je PlayStation zet. Gewoon... hier insteken bij het USB portal. Het staat ook zeg maar met witte cijfers hierop USB. Dus je kan eigenlijk niet missen. En dan is hij zeg maar geconnect. Dus wat gebeurt er?
Er gaat een lampje schijnen met SteelSeries. Zoals je kan zien, zie je twee, zeg maar, discs. Ik ga het discs noemen. De ene is voor je volume, hoe hard je het wil. En de andere is dus voor de mixvolume. En de mixvolume gebruik je alleen als je, zeg maar, bezig bent met het combineren van twee geluiden. Je kan het, zeg maar, hoger mixen door hier aan te draaien. Kijk, ik ben nu mijn volume aan het aanpassen. Dus je kan zien, nu gaat hij zachter. Wil je het harder, draai je gewoon de andere kant op. Hoppa. Wil je, zeg maar, beter geluid horen door je PC, dan draai je terug en ga je naar daar. Wil je door je PlayStation horen, dan draai je terug en ga je naar daar. Wil je het even luid horen, dan zet je het gewoon in het midden. Zo simpel is het. Het is echt niet moeilijk om in te stellen, maar ik vind het een super gaaf ding. Je kan ook nog meer dingen gaan instellen als je gewoon iets langer op deze knop drukt. Dus je kan ook gewoon het volume gaan aanpassen. Je kan de input gaan aanpassen. Je kan de output gaan aanpassen. Je kan de display aanpassen, dus het schermpje. En je kan ook de illumination aanpassen, dat is het lampje die gaat branden als je gemute bent. En je kan ook hulp vragen als het moet. Meer informatie over dit, over deze headset. Dan kan je, zeg maar, de versie zien en dat soort dingen. Dat was eigenlijk een korte review slash hoe je het moet eigenlijk gaan installeren. Dus het is eigenlijk echt niet moeilijk. Alleen is de prijsklasse misschien iets aan de hogere kant dan andere headsets. Want deze headset kost ongeveer €300, denk ik. Dus ja, het is een iets hogere prijsklasse. Maar het is wel zeker zijn geld waard. Dus wil je hem hebben, deze? Deze mooie SteelSeries headset. Dan kan je zeker de link in mijn beschrijving uitchecken. En dan word je gewoon verwezen naar bol.com. En ja, bol.com die levert altijd binnen een dag. Bijna altijd binnen een dag. Dus te zien wat je bestelt. Maar ik denk dat ze deze in één dag leveren. Dus je hebt hem redelijk snel binnen. En ja, in de beschrijving kan je ook nog andere dingen zien. Die ik ga gaan promoten. Weet je wat we gaan doen? Puur omdat het een chille headset is. We gaan er gewoon nog een potje Call of Duty erachteraan gooien. Dus niet van de gameplay. We zijn aangekomen in een TDM 85 kill potje. Dus ja, we gaan lekker knallen met de Merox in onze handen. En ja, we gaan eens zien wie we hier allemaal kunnen afknallen. En dat is geen één. Kut, sorry. Die zit daar te campen met een Titan al. Halleluja. Ik dacht, ja, misschien dacht ik van we gaan even hier een killetje pakken. Dat deden we niet. Het is lang geleden, Call of Duty ook. Ook de laatste dagen alleen maar gewerkt aan Fortnite. Oh, we hebben hem. Ik ga draad. Oh nee, daar gaan de campers. Moet er iedereen komen? Wat een camper. Aan een camper, joh. Ik stap me al heel de tijd op te wachten. Ik vind hem by the way iedereen camper. Dus, sorry als ik camper. Hè. Zo. Schilde geen haar. Er een in onze rug. Er zit er eentje voor me. En ik ben geknifed. Of ben gesniped. Kut, sorry. Teammate, ik weet niet waarom je hier je reactive core doet. Maar het zal wel. We gebruiken ook allemaal Titans, hè? Trainen als een zeekant. Team met hem net. Verder vriend, je kan mijn teammate niet killen. Ik lag daar al gewoon om op te wachten. Ik dacht, ik ga even niet meer door, hoor. Niet meer door. Nee. Ik ben zo unicorn, joh. Ik ben fucking hard. Unicorns. Wauw. Ja, die vent die hoorde wel raak, hoor. Ze hier komen. Ik heb iets nieuws ontdekt, denk ik. Ik denk normaal als hij reload, dan deed hij geen reload cancel, maar nu doet hij het wel. Alright, ze hebben mijn dingetje toegevoegd. Ik had het eerst niet door, dus ik wou reloaden, maar ik sprint ook tegelijk.
Dus deed ik reload cancel, maar ik wist niet dat de reload cancel erin zat nu. Maar ik vind het wel nice dat ze dit toegevoegd hebben. Ik vroeg er ook achter. Dus, of doet hij? Je hebt weer een updateje uitgebracht. Leuk vindt. Hoe mag ik het zien? Dus moest je altijd twee keer op driehoekje drukken. Maar ik zag je op de UAV komen met je knife, joh. Komt hij in één keer aankakken. Ik zit hier echt met allemaal Nederlanders in dit potje. Hallo jongens. How are you doing? Oh my god, je zit hier gewoon. Oh. Hola. Komt er nog heen? Ik kijk echt die pre-fire. Oh my god, ik moet doodgaan. Ik moet doodgaan. Die pre-fire was zo vies. Ja, ik ga niet dood. Kills, hè? Je moet hier spawnen. Oh nee, teammate spawnen er. Andere kant op, teammate. Hier nog heen. Oh, dude. Teammate. Ah, teammate, wat. What the fuck ben je aan het doen, vriend? What the fuck ben je? Echt, die vent is gewoon niks aan het doen. Die staat daar gewoon maar te kijken. Sorry. It's time. Voor hem. Er eentje rechts van, of links van me. Clean kill. Oh, die vent heeft YouTube. Hij is dood. Echt waar, vriend. Het is nu al de tweede keer dat die vent. Kom maak hem maar gooien. Nu, deze keer ben ik een unicorn, maar gebeukhoornd. En onze rug, ja, die zag ik aankomen. Teammate wist het niet. Ik draaide met de slow man. Oh nee, dat ding is overpowered. Doei. Doei. Ik ga de andere kant op. Oké, ik ga weer de andere kant op. Ben staat er keihard te campen. Oh kut, ja ik was mijn schoot mis, ik schoot mis. Die vent zit er echt hard. Ze tijd in te campen. Overal campers. Overal campers. Oh my god, die toaster. Oh 6 HP. 6 HP. 6 HP. Dat is niet veel. Nee, dat klopt. Multiple hostile UAV's operating. Oh, ik heb het gewoon gehaald. Oh my... No. Fucking god, je bent echt zwaar geturnd, vriend. Ik weet niet wat je zat te doen. Maar, in ieder geval, echt niet veel. Ik kan dit verliezen. Dit potje loopt echt sloom als dikke scheet. Oh, ik heb trek, bro. Weer ineens onze rug. Teammate, je pakt hem aan mijn riot shield. Oh, vent zit daar ook al heel de tijd te campen in dat hoekje. Niet de eerste keer dat ik je daar kill. Staat Hellstorm? Uit. Ja, die kwam. Ja, ik zag hem aankomen. Dingen komen namelijk altijd op mee. Ze moeten altijd mee hebben. Ze moeten altijd mee op hem hebben. Tactical reinforcement available. Hallo, enemies. Ze kunnen me door de muren zien, dus ze kunnen me zien aankomen. Althans, die vent is niet aan het opletten. Oh kut. We gaan omlopen. Het is wel dat jullie de ook eens onder controle kregen, want ik wil hem te snel doen. Dat is ook niet de bedoeling. Ik heb 26 kills van de 58. Ik vind het netjes. Ik vind het netjes, teammates. Ja, wat jullie doen, dat weet ik ook niet. There's no profit in defeat. Fight. There's no profit in defeat. Oh, sensor dart. Hostile sensor dart eradicated. Look up, zit er nog één of niet? Zal wel, ik dacht dat ik iemand zag. Die vent met zijn tijd aan zet zo hard te campen. Ah, oh, nog 5 kills en potjes afgelopen. Dit werd even tijd, want dit potje.
irriteert me echt zo erg. Want die me... Zo, die vent wil ook niet doodgaan. Ik dacht echt iets van drie keer die vent is al dood. 3 of 2 of 3. Oh! Ja, vriend, je hebt misschien een Titan, maar je had wel een sneaky high glitch. Dat is echt een sneaky high glitch. We staan 29-15, ah, valt mee. Niet de beste score, maar fuck it, joh. Weet je wat, jongens? Deze video zit erop. Het is een super chille headset, dus wil je hem krijgen? Check dan zeker de link in de beschrijving, dan kom je uit op bol.com. En iedereen, thanks voor kijken. Belletje, duimpje, abonneren. 3 dingen die je hoeft te doen. Dus ik zie jullie de volgende keer weer terug. Bye bye.